Goeiedag, het Energieweerbericht voor deze week. We gaan kijken wat zon en wind gaan doen. Afgelopen week was het een wat wisselvallige week. En zowel de opbrengst van zonne-energie. en met name ook windenergie viel wat tegen. Er stond heel weinig wind. En komende week is dat precies hetzelfde geval. Want. Wind verwachten we nauwelijks dankzij een krachtig hoge drukgebied. En de opbrengst voor windenergie zal dan ook zeer gering zijn. Daar staat tegenover dat zonnepanelen op volle toeren gaan draaien. Want alle dagen is het zonovergoten weer. Het wordt echt weer zomer in Nederland met ook hoge temperaturen. En de verwachte opbrengst ligt dan ook ruim boven wat normaal is voor deze tijd van het jaar. Laten we de weerkaarten maar eens bij gaan pakken. En dan kan ik u vertellen dat we te maken hebben met een hoge drukgebied boven Centraal Europa deze dagen. En dat betekent dat de stroming over het algemeen uit het zuidoosten of oosten gaat komen. Droge lucht wordt er aangevoerd, er is weinig bewolking. De wolkenplukjes die u ziet, dat zijn over het algemeen hogere wolkenvelden waar de zon goed doorheen schijnt. Maar dat hoge drukgebied zorgt er ook voor dat er weinig wind staat. De wind is over het algemeen zwak rond windkracht 2... Heel af en toe ook wel matig rond windkracht 3. Ook boven zee verwachten we niet veel wind deze week. Kortom, het wordt een zonovergoten week. En dat betekent dat de opbrengst voor zonne-energie hoog zal zijn. Zowel dinsdag en woensdag heb ik het op maximaal gezet. Terwijl de windenergie enorm zal gaan tegenvallen vanwege de weinige wind. En donderdag en vrijdag zal dat niet veel anders zijn. Ook dan een maximale opbrengst wat betreft de zonne-energie. Het is wel zo dat het ook bijzonder warm gaat worden. En als ik dan een tip mag geven, dan is het toch wel verstandig. Zeker in de zuidelijke helft van het land, waar temperaturen toch wel richting de 30 graden gaan komen in de loop van deze week. Om de warmte buiten te houden. En dat doe je het beste natuurlijk door deuren en ramen gesloten te houden. Maar ook gebruik te maken van zonwering. En de beste zonwering die zit toch echt wel aan de buitenkant. Natuurlijk, als je de gordijnen binnen dicht doet, hou je ook wel de warmte tegen. Maar aan de andere kant, de warmte is dan toch wel al. Binnengekomen. Buiten zonwering doet het het best, en uit onderzoek is gebleken dat met name luiken buiten ons huis het meest de warmte tegen gaan houden. Geniet van de zomer en wees zuinig met energie. Fijne dag.